Ajax speelt zo dadelijk tegen FC Utrecht. Met welke 11 spelers komt de ploeg het veld in? Met Jasper Sillissen, Ricardo van Rijn, Mike van der Hoorn, Stefano Denswil, Daley Blind, Christian Paulsen, Siem de Jong, Davy Klaassen, Colin Sigtsson, Victor Fischer en Leslie de Saan. In vergelijking met Milan zijn Niklas Moisander en Duarte er niet meer bij. Voor hen in de plaats spelen Klaassen en Van der Hoorn. Allereerst Mike van der Hoorn, die zei van de week al, hij is er klaar voor. Ja, hij heeft vorig jaar bijna alles gespeeld voor Utrecht in de Eredivisie. Natuurlijk is het normaal dat er bij Ajax soms andere dingen komt bekijken. Ook mentale druk, ook gewoon de kwaliteit natuurlijk gaat omhoog. En ik vind dat hij zich goed ontwikkelt. En hij kent de tegenstander van vandaag door en door. Ja, zeker. Ik denk dat het alleen maar een extra motivatie zal zijn voor hem. Op het middenveld voor het eerst in de basis Davy Klaassen. Viel al in tegen Go Ahead Eagles. Een mooie beloning voor zijn goede werk op de training, ook in Jong Ajax. Ja, zeker. Davy is zeg maar, vanaf de jeugd al natuurlijk bij Ajax. En geldt altijd als een van de grootste talenten. Het is jammer dat hij een jaar uit de relatie is geweest. Maar hij heeft zich weer kaart teruggeknokt en is weer dicht bij de Klaassen die wij kennen. Ajax is een stijgende lijn. Die lijn wil je natuurlijk absoluut doortrekken. Ja, zeker. Nou, thuis wil je sowieso altijd 3 punten hebben. En het is natuurlijk voor een interlandperiode waar je 2 weken geen wedstrijd hebt. Ja, dan wil je dat gewoon goed afsluiten. Wil je met een goed gevoel zeg maar, de volgende fase weer ingaan. Ja, Utrecht was een soort van angstgegner voor Ajax. 3 seizoenen niet meer gewonnen. Daar wil je eigenlijk ook een einde aan maken als het kan. Ja, het komt altijd weer dichterbij, hè? Dat die slechte reeks een einde aankomt en hopelijk vandaag. Het is mooi weer, mooi grasmat, dus kortom ideale omstandigheden voor een hele mooie partij voetbal. Ja, zeker. De grasmat ligt er echt ongelooflijk goed bij, dus ik denk dat het voor beide teams heerlijk is.